Zo, ik ga vanmiddag even opname maken van een collega kunstenaar, Pieter Torresma, en hij woont in Huns. En ik mocht een reportage over hem maken. Het weer is niet zo dunnend, maar oké. Maar ik ga er wel even voor. Dus ik ga beginnen en ga nu naar Huns toe. Zo, we zijn nu op weg naar Huns. Midden Friesland. Wel een trek allemaal. Dit is het dorpje Huns. Ik ben er ook zo doorheen. Het is een smal weggetje. Ik wou hier niet graag met mist rijden, maar dan lag je zo in de sloot hier. Hier is het. Aan de linkerkant. Nou, ik ben benieuwd. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Torresma? Ja. Pieter? Pieter. Ik heb hier dan nooit een levende lijve gezien, maar nu zie ik u. Ja, ik heb al, het bestaat en verder. Nou, dank u wel. Als kind had ik al grote belangstelling voor schilderen. Een van mijn idolen uit die tijd was bijvoorbeeld Jan Murk de Vries. Oorspronkelijk uit Drachten, maar die was in Leeuwarden, die woonde in Leeuwarden en dat vond ik, dat was een beetje het prototype van een kunstenaar. Gevoelig, heel hartelijk iemand. En er ging een stimulans vanuit Jan Stroosma bijvoorbeeld ook, die van de Rijksacademie in Amsterdam terugkwam in Leeuwarden. En dat sprak me ook erg aan waar hij mee bezig was. Maar dat zat altijd in me. Ja, 1962 was ook zo'n beetje het moment dat ik naar Minerva ging in Groningen. Nadat die tekenleraar aan mijn ouders had bepraat dat ik talent had. En hij en zijn gezin hadden wel eens een ding van mij gekocht. Een tekening en zo. Was ook wel een soort impuls die je dan voelt. Want ze kopen het. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen. In 1967 ben ik naar de Jan van Eyck gegaan in Maastricht. Er was een contact tussen de directeur van Minerva en de Jan van Eyck, waardoor dat vrij gemakkelijk ging. Daar heb ik van 67 tot 70 gestudeerd en daar heb ik ook mijn draai gevonden. En daar begon uw carrière eigenlijk, de doorbraak, daar in Maastricht? Wanneer ik het zeg, een doorbraak, dat kan ik niet precies zeggen, maar ik was toen wel een beetje een pionier op dat gebied. Het raakte mij persoonlijk dat ruimte ontgonnen werd in zekere mate. De reis naar de maan, dat je de planeet aarde beneden je zag. Ik stelde me dat helemaal voor en dat heeft heel veel in mij wakker geroepen. En het werd vanaf die tijd ook gaandeweg duidelijk wat ik nou zelf met mijn kunst wilde. Maar vanaf 1980 tot 1990 heb ik me bezig gehouden met het fenomeen van de mandala, cirkel of magische kring, betekent mandala. Dat is een Sanskriet woord. Ja. En het is een vorm die gebruikt werd bij meditatie. In het boeddhisme kom je tegen, in het hindoeïsme kom je dat tegen. Het is een vorm die ordenend en zuiverd en geschikt is voor meditatie. Ik denk, in diepste wezen is het doel jezelf te begrijpen, jezelf te kennen.
Ken u zelf en je zult de goden kennen. Dus je bent je God zelf. In wezen kun je dat zeggen. Ja, dat kom je ook in de mystiek tegen. Rusbroek sprak van het levensvonkje. Die vonk in jezelf. In elk van ons brandt dat vonkje. Ja. Alleen we zijn het ons niet altijd bewust. Nee. En dat is het hoogste doel, denk ik, van het leven. Je vlucht voortdurend in gedachtevormen. Ja. In voorstellingen, associaties. Ja. Je hoopt altijd op het betere moment. Het volgende moment is beter. En daarna nog beter. Beter. Terwijl als je al die gedachtevormen terugbrengt naar jezelf. In de diepte, in de stilte. In je eigen wezen is die stilte ook. Dan maak je daar kennis mee. Dan manifesteert eigenlijk dat hogere, dat geestelijke in jezelf, dat levensvonkje, dat ervaar je dan. Dat is, dat is meditatie. Dat is meditatie, ja. Dit is uw atelier hierboven. Hier gebeurt het altijd zeker. Ja, hier gebeurt het. Werk van oktober. Als je nou daar zit, dan zie je ook al die pigmentjes. Dat is misschien ook. Ik gebruik soms plantaardige pigmenten, maar zie, dit is het, de emulsie, het ei. Eigeel, deel van het eiwit, de helft van het eiwit. Daar worden dus Russische iconen ook mee geschilderd. En dat meng ik in een bepaalde verhouding aan met pigmenten, met vijzeltjes. Oh, die vijzeltjes heb ik niet. Vijzel ik dat zo, die kleurstof. Dat je het heel fijn met elkaar verwrijft en dan kun je ermee schilderen. Ja. Maar het ruikt niet helemaal fris, want het is al eventjes oud. Maar dan gebruik ik het even goed. Dan doe ik een verse ei bij en dan kan ik het nog wel gebruiken. In die ateliers van de iconenschilders daar. Gebruikten ze dan nog azijn erbij om het goed te maken. Ik weet niet of die zuren van azijn of die geschikt zijn, maar